zitten, althans ik zit nu in de auto. Storm is aan het rijden en we gaan even lekker McDonald's eten. Daarna ga ik weer terug naar Batuverdorp. Dan ga ik de laatste dingetjes inpakken. En ik moet zo klaarmaken, want ik weet dat Storm kap is. De hele tijd op de rem te drukken expres. Ik weet namelijk niet of het verstandig is. Ik moet om 6 uur boarden. Dus ik moet er echt al heel vroeg zijn. Ik denk dat ik er nog rond een uurtje of 4 moet zijn. Dus ik weet niet of ik een nachtje door ga pakken. Of dat ik even een stukje ga slapen en dan... Ja, ik moet nog even kijken. Ik heb lekker, wat ik hoop dat het een crispy chicken is. Storm heeft Big Mac menu. En we gaan nu lekker even wat eten. Ik heb 2 pakketjes binnengekregen. 1 van de Zara en 1 van Lash Babe. Ik ben weer thuis in Batuverdorp. En ik ben een routine aan het doen. Ik ben net... heb mijn pedicure gedaan. Ik ga zo mijn haar wassen, mijn haar stylen, mijn wimpers opnieuw doen. En uiteraard deze pakketjes unboxen en de laatste dingen inpakken. Dus dat ga ik even voor jullie filmen. Ik heb dus net even dit shirtje gepast. Hij is vandaag binnengekomen. Ik vind hem in principe echt super zitten. Alleen ik vind die split niet leuk. Dus dit ga ik wel gewoon dichtnaaien. En dan vind ik hem helemaal perfect. Hi guys. Hij staat niet helemaal goed scherp, maar ik kan weer. Ik word hier echt zo moe van. Het is op dit moment al iets van bijna misschien 2 uur, denk ik. Ik weet het eerlijk gezegd niet helemaal. Maar ik heb wel het een en ander gedaan. Ik heb net mijn koffer ingepakt. Verder, de laatste dingetjes moesten er nog in. Die heb ik er net ingestopt. Ik heb lekker pedicure gedaan. Ik heb mijn nagels toch even veranderd. Ik weet niet of je het goed kan zien. Wacht. Hier zo. Ik had eerst net iets langere nagels. En geel en groen. Ja. Ik ben toch niet meer helemaal van de lange nagels. Dus ik heb ze net iets korter gemaakt. Ik vind dit gewoon net iets meer bij passen wat ik nu leuk vind. En ik heb ze een ander kleurtje gegeven. Omdat het was net geen babygeel. Dus het leek de hele tijd alsof mijn nagels heel vies waren. Dus ja. En lekker mijn haar gedaan. Ik zit nu alleen wel te twijfelen, want ik heb deze schoenen en ik kan nog een tas meenemen. Maar goed, ik weet niet echt of dat nodig is. Ik weet dus zeg maar niet. Ik heb deze. Ik heb sleehakken, ik heb slippertjes, ik heb espadrilles met hak en ik heb nog een paar hakken. Dus ik twijfel nog wel of ik een paar zwarte hakken moet meenemen, want die heb ik niet bij me. Maar goed. Ja, je kan nooit te veel schoenen meenemen in mijn ogen. Maar goed. En dan zal ik even laten zien wat ik qua outfit aan heb. Dit t-shirtje is van de Primark. De legging is van AliExpress. En de schoenen zijn super gaas. Uiteraard met mijn longchamp tas en mijn zuinig infiltertas. Dus. En ik doe er natuurlijk een sweatertje overheen. Oké, het is letterlijk... 7 over 3 en ik heb mijn Uber al besteld. Ik ben gewoon officieel net zo'n paniekzaaier als mijn moeder. En ik ben zo iemand die graag het liefst een dag van tevoren op de airport slaapt. Zodat ik mijn vlucht niet kan missen. Dus ik heb een taxi geboekt en ik ga onderweg. Hij is er met 1 minuut, dus ik ga opschieten. Nou, ik ben inmiddels door de security en alles. Ik ga nu even kijken voor wat cadeautjes. En ik moet eigenlijk iets van een parfum halen voor mezelf, die op is. Maar het duurde best wel lang bij de security, dus ik was toch wel enigszins blij dat ik zeg maar er vroeg genoeg was. Ik moet ook nog even wat eten halen voor het vliegtuig. En wat drinken. En even kijken wat voor cadeautjes ik ga meenemen. Dat vind ik echt het allerleukste. Dus dat eigenlijk.
Oranje. Kastje. Zit er staat een vrouwtje op staan met brullen. Het is een spuitje. Een flesje met een spuitje. Al die andere spullen zijn voor mijn paard, dus dan moet je in die haar spelen. Maar moet in het mandje liggen, ik heb er twee. Ja, vlog maar even. Wat? Vlog maar even. Wat moet ik doen? Ja, zeggen waar vertellen we zijn. Vertellen hoe laat je aankwam, hoe het was. Even kijken, we stonden om 6:15 op. Dus ik kwam aan om 9:00. We hebben er 1.5 uur over gedaan. We staan vervolgens nu bij de tankstation. Tankstation? Ja, de pomp doet het niet. Zoals gewoonlijk. En nu moeten we wachten tot Gaby terug is. Die moet in een ontzettend lange rij staan. En dat is momenteel de situatie. Yes. En jij? Wat heb jij gedaan onderweg? Niet zo veel volgens mij. Nee, volgens mij ook niet. Ik heb lekker geslapen. Dat is ook voor het eerst. Het is wel echt zo lekker weer. Ik ben helemaal top. Ja, vind je dat niet chill? Tuurlijk wel. Ik vind het best wel triest dat Nederland dit niet heeft. Ik wil ook echt aan Gaby vragen, hoe is het om hier te wonen? Kut. Hoezo dan? Kut mensen. Hier veel minder dan in Nederland. Dat soort stomme dingen. Spanje? Dat wel, misschien leuk. Ja, Spanje lijkt me dus wel een beetje om... Weet Gaby wel dat ik vlog? Ja. Vindt hij dat ook goed? In huis niet. Nee, maar... De rest wel. Oké. Okay. Nou, lekker. Goed rustig. Even kijken met mijn creditcard. Ik wist het gewoon. Waar is die? Ja, die heeft hem weggeschoten. Nee, ligt hier in de tuin. Ik doe hem iets naar achter. Ik denk dat hij bij het yoga platform ligt. Ja. Ja, dat? Ja? Alsjeblieft. Ja, kut hè? Ja, nogal. In mijn riem om. Ja. Moet je toch niet? Ik ben normaal. Ik wel. Tegen die oude papzakken. Ik kom ook net als ik net wakker ben. Totdat Coco aanvaring had met een dolfijn. Ik vind dolfijnen ook echt eng. Echt? Ja. Ik heb nooit een dolfijn gevoeld. Nee, dat hoeft ook echt niet. Het zijn ook echt rare beesten volgens mij. Dat is heel cool om te doen. Goh. Goed? Of niet? Nee, dat gelukkig niet. Wel een beetje buiten het seizoen hoor, want anders is het veel te druk, dan komen ze echt niet op vijf. Nee. Dat is zo leuk. Ik heb het zo'n heerlijk gevoel. Ja, ah, niet normaal ouwe. Als je mast hebt... Ja, dat dacht ik ook, maar je hebt dus ook motor. Jawel, dit zijn van die plakshots. Oh ja, van die, leuk. Hoe heet dat? Ja. Sfeerbeelden. Sfeerbeelden, ja. Wat? Mijn sfeerbeelden moeten gemaakt worden. Ze vlogt, ik weet niet of je dat weet. En wel, dat weten. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Het is best leuk hoor, als je terugkijkt. Maar dat gaan jullie maar lekker in de vlog met z'n tweeën. Wat zei je? Gaan jullie maar lekker in de vlog. Nee, ik vind een hele zachte... Het echt heel mega. Ja, nee. Ik vind het alleen leuk om terug te kijken. Maar niet. Ik weet zeg maar nooit. Ja, zo erg vlog ik niet. Het is niet. Nee. Hey guys, vandaag ga ik een make-up tutorial doen. Het is gewoon. Nee, het is ook niet erg. Maar ik weet gewoon. Ik ben heel verlegen van mezelf. Dus waarom. Jij bent heel verlegen van jezelf. Nou, voor dit soort dingen wel. Ja? Ja. Ja. Ah, ik heb gewoon scheid. Ik zet de camera aan. Ik wil mezelf daar een beetje doorheen. Laat even zien. Ik laat het zien. Af de shit van Pinberg in Nederland. Hier proberen.
Ik moet ook naar die camera kijken en niet naar het schermpje. Dat ik ook nog zeg maar. Zo. Maar ik kijk even naar het schermpje en niet op een camera kijken. Ja, dat is niet erg. Wat? Het schermpje. Dat doe ik ook altijd. Ja, maar ik vind het wel storend als je ergens naar kijkt. Ik heb er dus nooit last van gehad. Nee, iedereen zegt het altijd. Maar ik vind wel. Maar je kan ook maar beter in die camera kijken, want dan heb je ook, dan irriteer je ook niet aan jezelf. Ja, daar heb je misschien een punt. Dat is echt zo. Nou ga je even opletten hoe je het doet en dan ga je je aanpassen. Terwijl als je daar naartoe kijkt, dan doe je gewoon je verhaal. Ja. Gewoon een punt. Ja, in ieder geval, niet echt wat ik heb gedaan. Ik heb er nou niet zo heel veel gefilmd. We hebben heerlijk op het strand gelegen. Toen hebben we er 6 uur over gedaan om ons klaar te maken. Want dat was, was iedereen niet Loki pissen op ons. En toen hebben wij een lekker wijntje toch gezeten. We gaan een hapje eten. En voor de rest zien we wat de avond ons brengt. Is hij nu uit? Nee, hij is niet uit. Je hebt het goed gedaan met het volgende jaar. Die wenkbrauwen. Welke wenkbrauwen? Ja, als het goed is, ligt er hier een. Die bij jou nog heel groot nog? Ja, mag ik ook voor jou erin? Ja, ik ga die erg uit, want ik heb zo koud nu. Nee, dat gaan we doen. Hoezo niet? Ja, het is echt min 80 jaar. Ja, dat is wel mooi. Ja, zeg maar. Het heet wordt. Ja. Nou, het is een goede middag inmiddels. We hebben net gezwommen en lekker wat gegeten en we gaan nu... Waar gaan we naartoe? Tahiti. Maar wat is dat precies? Het is een strandtent, maar bij die strandtent heb je allemaal winkeltjes. Oh, oké, nou, daar gaan we naartoe. Is lang rijden of niet? Huh? Is lang rijden of niet? Nee. Dus daar gaan we naartoe. Ik vind mijn bikini is echt holographic, echt het einde. En we gaan nu even omkleden. Ik zal even heel snel laten zien wat ik aan heb. Ik heb mijn haar gewoon in de knot gedaan. Deze bikini is van Shein. En het topje is van een Zara, broekje Zara, slippers Shein, taszadig. En ik moet opschieten. Natuurlijk ook niet mango. Nee, die tagine dus, of die chamoy dus ook. Dat had ik dus niet verwacht, dat gewoon een soort van zoete stroop was. Maar er zit dus ook wel een beetje kruidig zo in. Maar is dat een hele klus of valt het mee? Nee, dat is wel goed te doen. Je snijdt gewoon mango, je
druipt in die zo mooi en dan doe je die kruiden eroverheen en dan ben je klaar. Het hoeft niet warm of zo of iets. Wat bedoel je warm? Dat je het moet opwarmen. Nee, het is toch gewoon stroop. Okay. Doe je er gewoon lekker overheen. Oké, okay, let's go. Ja. Moet kunnen. Ja, dat moet niet. Ik zing dit liedje ook weer. Dido. Dat is een heel oud liedje. Ik heb dus dit jurkje aan, maar ik weet nog niet of ik deze of deze er wel aan doe. We gaan nu eten en we gaan daarna richting de polo. Ga je nu zitten of niet? Ja, ik ga zitten. Je ziet echt vol smaak. Het smaakt super lekker. Ja, maar mijn smaak, als ik dit nu drink, is voor mij zo apart. Naar een smaak meer ijs. Het is gewoon niet meer wat ik ken. Dus dan, met wat heb je dan nog meer? Met ei. Met ei? Ik eet het wel gewoon. Ik heb het heel lang gehad met chips. Dat smaakt naar kattenvoer. Dat is geen grap. Oh, dat is echt goed. Maar hoe kreeg je er ook op? Maar ik at het wel gewoon, want ik dacht ooit ga ik het weer lekker vinden. Dus ik blijf het gewoon volhouden. Ik denk dat het wel goed is. Nee, je moet het niet stoppen. Ja, dat doe ik op mijn smaak helemaal anders. Oh ja, het is wel terug, hè? Nu. Niet met mijn eigen. Ik blijf me gewoon verbazen over die kwaliteit. Het is echt zo mooi. En die snelheid. Nou, we hebben echt een hele leuke dag gehad. We hebben lekker. Wat hebben we ook allemaal weer gedaan? Wacht. Oké. Okay. Nee, je ziet het niet. Hij staat op mij. Oké. Okay. Ja. Nou, als je debuut wil maken, dan op deze manier. Dat moet ik zeker doen. De volgers gaan zo hard omhoog. Dan ga je al in. Dan ga je al in. Wat hebben we al gedaan? We zijn eerst. Ik weet het al. Oh ja, eerst gaan zwemmen. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet gefilmd. Nee, toen lag de kamer denk ik hier. Ja. Zal ik morgen wel, gaan we morgen wel even zwemmen. Ja. Ik vind zwemmen echt leuk. Van wie is die kom hier? Ze laat me drinken. Fuck, is dat een hele grote... Ja. Ja, dat is van mij. Pak ik er even eentje. Ja. Maar is hier ook water? Of... Nou, dan kunnen we het kraan halen. Maar... Nou, in ieder geval... We gingen eerst naar... Eerst gingen we lekker zwemmen. Daarna zijn we... naar een winkeltje gegaan. We zijn naar polo gegaan. Dat was ook heel leuk met de paardjes. Als dat een kakkerlak is, word ik echt helemaal eng. Nee, toch? Oké, nee. Laat maar zitten. En daarna zijn we nog even wat gaan eten. We hebben lekker sushi gegeten. Het ziet er echt uit als een dier. In ieder geval, we hebben lekker wat gegeten, sushi volgens mij. Het was echt heel lekkere sushi. Een lekker miso soepje. En daarna zijn we weer gewoon naar huis gegaan. Kijk, en morgen. Ik hoop dat ik ga slapen. Schattig.
Het is echt zo van, wat de hel doen jullie hier? Laat me slapen. Oh, met zijn handje op zijn hoofd. Morgen gaan Mick en Gaby, dus er zit allemaal zand hier ook. Die gaan naar Zwitserland, toch? Ja. Rijden. En Jaar en ik vliegen donderdag dus terug. En morgen gaan we, als het goed is, naar Nice, denk ik. Ik denk het ook wel. Het is wel echt leuk namelijk. Lekker even shoppen. Zo groot fucking veel. Kijk, dit is dat pakje van de Primark. Echt super schattig. Die ik gekocht had. Slaap. Auw, fuck. Echt heel cute. En dan loopt hij hoog op. Maar goed, ik zal proberen wat meer te vloggen en te vertellen. Want dat heb ik de laatste tijd niet echt gedaan. Maar soms vind ik ook niet echt het moment ervoor. Snap je dat? Dat ik zeg maar niet altijd die camera trek en... Ja, maar dat komt ook omdat je niet echt met deze mensen allemaal goed kent. Ja, oké. Okay, dus heb jij een opladen aan je bed? Nee. Maar voor mij niet, nou, nee. Die zit, daar, zit die ja. Van mij nog daar bij jou? Ik ook. Ja. Cute. Voor die of voor deze komt niet uit. Maar maakt niet uit, zeg het maar. Pak maar. Laat op. Die maar. Wij gaan zo, gaan we nog een klein één aflevering. Volgens mij zit je reet echt vol in beeld. Ja, dat is best wel hoog. Oh, oké. Okay. Dank je. Jij nog even in beeld, meid. Oh, ik slaap wel even hoger. Vind jij dit lekker slapen zonder? Zonder iets? Ja. Dat kan niet anders. Ik heb wel dat ik zeg maar een BH vind ik meestal te strak. Maar dit is echt ideaal zo'n ja, dat op zich. Ik heb zo'n hemdje die hierbij hoort. Dat kan ik wel. Maar ik weet gewoon dat ik dit van nu echt te warm vind. Ik ga deze even vullen met water. Maar goed, wij gaan nog even, wat was dat, knokken? Gaan we dat kijken? Ja. Knokken. Knokken of. Knokken of. Ja. Nieuwe serie kijken. Dus dikke doei van ons. En tot morgen. Dikke doei. Wally de Walrus zit op de kant. Wat zei je? Wally de Walrus zit op de kant. Heb jij ooit die film gezien? Is het een film? Het gaat over een man die wordt dus gekidnapt. Nee, Wally komt even door het beeld. Ja. En die wordt dus gekidnapt en dan maakt iemand een levende walrus. Dus hij leeft nog en dan naaien ze zeg maar... Het dicht in een walrus? Ja. Gat. Dus de huid van een... Dus hij leeft in de huid van een walrus. Ja, het is echt een hele rare film. Heel nice. Zijn je? Het is heel nice. Ja. Oh nee. Ik ga hier gewoon elke dag buiten of dingen doen. Zo. Kijk, dat het helpt. Kijk, een sixpack. Ja. Kijk, het zonnetje is zo fijn. Ik denk dat ik hem aan die kant moet zetten, want... Op de zon. Maar dan kijk je op de zon. Je hebt een tegenlicht, hè? Ik weet niet. Daar zit hij in de schaduw, maar dan zie ik helemaal niks. Nou, staat hij vol in de zon. Ja. Denk dat helpt? Ja, dat is wel beter. Ja? Ja. Ratjes, een waterratje. Heerlijk. Oh. Ja, ik vind het op zich wel leuk om naar Nice te gaan, denk ik. Ja, ik ook. Zara is top. Zullen we misschien nog een birthday outfit zoeken? Ja, heb je al iets in gedachten? Nou, ik heb dat sowieso ook dat jurkje van Shine besteld en die is ook leuk voor mijn verjaardag als ik zou willen. Die olijfgroene? Ja. Ja. Maar ik vind het glitte jurkje van de Zaren is amazing. Maar je had Gaby en ik moeten horen. Niet dat dat me wat boeit, maar het is gewoon... Nou, het is wel gewoon irritant als dat gevraagd wordt. Ja. Als ik zo heel erg zeg, oh wow, so much. Gadver, je bent geen hoer. Ja. Ja, als je er dan dank jou leuk uitziet. Dan, en ze zeggen het, dan weet je dat je er echt leuk uitziet. Ja. Dan komt het compliment harder aan. Ja. Mijn goaltje gewoon. Ik heb dit ook gewoon nog om. Ik ook. Volgens mij kan hij wel makkelijk af. Oh, vind ik leuk. Kijk nou, oh, we hebben een bikini. Ik ben niet van mij, maar nu is... Bakini. 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 Ik heb haar dat dus niet horen zeggen. Dat vind ik wel echt jammer. Oh, ik had het als het er is. Nog. En dan zeg ik wel, Roes, hoe heet dat ding wat wij nog steeds aan hebben? Een bakini. Een bakini.
Ik vind het zo leuk dat dit een huidige roze is. Vet, hè? Het is net helemaal geschilderd. Super cute. Zeg dat je dat gewoon elke keer kan schilderen als je... Niks te doen hebt. Niks te doen hebt, gewoon een leuk nieuw kleurtje. Ja. Ons huis in Zwitserland was oranje. Het huis van opa en oma? Ja. Is het van je... Moederskant. Moederskant? Ja. Dus, Heel leuk, man. Dit is heel koud. Ja, die wind. Ik denk dat ik het bedje ga liggen. Wij zijn nu bij het tankstation onderweg naar Nice. We gaan even drinken meenemen. Dit is ook echt heel lekker, die appelsap. Dat is ook lekker. Nou, we lopen nu rond. En we hebben al wat gekocht. Ja, willen jullie ook lekker op de vlog? Gaan we maar even de debuut maken. Kijk, nou weet je niks meer. Nou, we zijn dus nu in Nice. We hebben net even vrienden van de ouder van Mick. En dat is de moeder van Mick. Hele leuke moeder. En we hebben net even wat geshopt. Ik heb een dagje, maar dat laat ik thuis wel allemaal zien. En we gaan nu even naar de Sephora en de Zara. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ja, dan wat ga je halen? Hoezo niet? Het is net niet bij mijn lijf, dus ik wil het niet. Hoe duur is die? 50 euro voor zo'n flesje. Dat meen je niet. Hij is wel echt heel mooi. Ja, dat is die. Ja, de hele lange boulevard. Heerlijk. We zijn hier in de Zara. En ik ga helemaal los. Ik ga helemaal los. Ja. Voor mij? Ik weet niet wat je wil. Cola en dan die sherry. Vanille en kers. Dat hebben ze niet, alleen framboos. Doe maar Mick, vanille dan. Doe ik het dan niet? Oh, heb je nu met of zonder suiker? Met suiker. Verkeerde, sorry. Nou, we gaan hier van hamburger eten en we hebben net ook bij de Victoria's Secret. Ja, gaaf. Ja. Ik hang wel vast. Dat alles over mijn hand gaat. Even de shine pakken, wat je gekookt hebt. Ja. Gezondheid. Helemaal onder. Ja, maar je. Ik hoor echt niet, ik ben echt... Ik denk dat ik moet even controleren of ik niet helemaal doof aan het worden ben. Ja, dat kan ook. Nou jongens, we zijn gisteren lekker gaan shoppen en ik heb deze lipgloss. Ik ben benieuwd of je die glitters op deze manier ziet. Dat is zo mooi. Wacht. Ja, zo. Echt heel mooi. We hebben net ontbeten en ja, we gaan zo naar het strand. Gaan we naar hetzelfde strandje? Ja. Dat is zo lekker daar. Is dat het strand van Saint-Tropez? Nee. Hoe ziet het strand van Saint-Tropez eruit? Daar zit Nicky Beach en zo. Oké. Betaal je 200 voor een beetje. Is het gezellig of dat niet? Ja, overvol. Het is heel gezellig, maar het is gewoon gezien en gezien worden. Wat een verpakking. Krijg je niet open? Nat. Nee. Droog. Er zit ook echt niks in, jongen. Lucht zit erin. Echt?
Ja, hij is niet echt. Dus we gaan helemaal goed. Ja, dat is me echt zat. Bakken en braden. Chroma bakvet. Ja, dat vind ik wel lekker. Als iemand nog wat motorolie over heeft, het is allemaal welkom. Wat gaan we? Zo'n jerrycan. Motorvet. Ik kan Fien mee smeren hoor. Fien is ja, dat hoort Fien had. Ik moest ook echt even schakelen. Ik dacht, wie de fuck is Fien? Ja, dan kan je Fien mee smeren. Die glimt ze helemaal. Ja. Maar wat gaan we voor de rest gewoon lekker op het strand dat het zo hard gaat? Ik smeer de haar maar buiten. Heerlijk. Goed haalt. Het is echt. Maar niet heel erg. Ik heb hem niet meegenomen. Oh. Nee, ja, ik kan hem er beter in laten zitten. Ja. Maar kon je er mee, beter in knijpen? Oké, okay, een heel klein beetje. Maar we zijn dus een hack aan het uitproberen. En dat is avocado's in zilverfolie in de magnetron. Nee, nu in de oven heb ik het nu. Oh, in de oven? Want ik heb geen plastic. En dat smelt, lijkt mij, in de magnetron. Zilverfolie? Ja, dat kan niet. Dat gaat, ja, wel. Dat kan niet. Zilverfolie mag niet rond. Het gaat knetteren. Contact, ja, maak contact. In ieder geval, we zijn nu gaan uittesten of hij dan zacht wordt. Dus we aan de ene kant is het gewoon. Hij ligt in een warme ruimte. Dus. Ja, het moet wel zacht worden, maar. Ja, dit? Ik denk dat je. Ja, hoofdpijn is zeggen. Ja, het is niet normaal. Het is echt keihard. Er waren dus alleen maar biologische. Geen. Maar we gaan nu even eten klaarmaken. We gaan kip. Met spinazie, roomsaus. Eten. Het ruikt heel lekker. Het ruikt heel lekker. Maar kijk, ze hebben dus een knoflookpers. Zo'n automatische. Nee, nee geen trekding. Zo'n trekding. Als je daar knoflook in doet, zonder gedroogde tomaten in je blijft. Het wordt vanzelf gewoon letterlijk tomaten. Het is zo lekker op een broodje. Lekker. Ik denk dat ik dat ding mee naar huis ga jatten. Want mama heeft me al thuis. Nou, zou ik gewoon doen. En dan kan je met zo'n geleefde maatjes en ik kan het ook met olijfjes maken. Je kan pesto erin maken, alles. Het is zo lekker. Heel benieuwd. En vanavond misschien naar Van Tropez? Ja, als het niet te laat is het eten. En dan is het even een ijsje. Laat maar even zitten. Of heb je er last van? Nee, maar heb je al gevolgd die ik beweeg? Ja, hij zit er leven in nu. Wil je zien wat voor leuk pakje Jade aan heeft? Ik kijk ook. Ja, ik wou net zeggen, je moet wel even. Ik ga wel even gaan staan. Kijk hoe leuk. Kom, Zara. Super cute. Geeft me echt zo. Vind ik lekker. Tennis vibes. Heel ja. Leuk. Ja, ik snap het niet. Het enige is als je hem aandoet naar het strand. En je doet hem aan als je weggaat. Dan krijg je een hele bruine rand. Omdat je dan bruin bent geworden van je zonnebrand. Oh, dat is goor. Ja, het ziet er echt heel goor uit. Dus naar het strand is het niet echt een lekker ding. Bakje. Oh, ik heb honger.
een ijskoud colaatje. Dat is ook echt top. Dit is echt lijpe ASMR. Oh, ik had hem eigenlijk moeten openmaken. Dat vind ik zo'n chill geluid ook. Het openmaken van blikjes. Nu heb ik niet goed dat je überhaupt ASMR aan luistert. Ja. Ja jongens, doe een duimpje omhoog. Naar de 100 volgers die ik nog niet heb. Als je ASMR ook leuk vindt. Maar waarom promoot je het niet gewoon? Ik zal het wel doen. Ik zal deze vlog wel promoten. Maar kijk. Nou, niet zozeer deze, want dan is het koken. Ik zit denk ik in de laatste... Dit is een weekvlog, hè? Ja, maar ik zit in de laatste 3 weekvloggen, denk ik. Want die van... Oh. Ik zit in die van Summerpark. Die week daarna gingen... Je had hem volgens mij ook weer naar Amsterdam toe. Nou, we lopen hier in de supermarkt met mij. Nutella en geen Uno. Ik vind het echt kut. Nou, ik vind het ook naar. Ik zie ook nergens iets dat je denkt... Ik heb dus echt dit super schattige rokje gekocht. En we hebben net even wat wijn gehad en wat snacks. We gaan nu een spelletje spelen. Goedemiddag, dit is mijn outfit voor vandaag. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Ik denk dat we naar een stadje gaan, toch? Oh, dat weten we nog niet. Ik weet het nog steeds niet. Waarom staat mijn camera weer die instellingen? Wat gaat ie? Ja, oké. Wel doet. Ja, het is ja. Scherp stellen. Maar goed. Nee, hij doet het nog steeds niet, maar goed. De Japanse chunchini-boom. Nou, ben je net Theo en Julie. Ja. Al zou je toevallig mijn vlog kijken. Nee, dat doe ik niet. Nee. Ik ga niet durven. Ja, pap, heb je al het hele bakje? Nee, nog lang niet. Mooi, hè? Ja, een mooie kito. Ja, die. Eigenlijk alleen maar, het is echt verschrikkelijk. Ah, we hebben hier toch ook wel eens gelukt, dat is toch ook wel leuk, hè? Ja. Dit is wel leuk hoor. Oh, die. Ja, dat is die ham. Oh. Is dat die, hoe heet het? Ja, die Pata Negra. Pata Negra. Zo, we zijn klaargemaakt. Kijk. Lekker. We gaan de vlog even overnemen. Wat zegt u? We even de vlog overnemen. Nee. We gaan lekker uit eten. Ik heb Gerda in. Gerda doet het goed. We hadden een beetje ruzie vanochtend, maar vandaag wordt uitgesproken. Hele aparte verhouding met Gerda. En ja, het is ook een lieve jurk. Ja. Nee, met krullen vind ik Gerda echt een topper. Ja. Stel alleen niet zo. Nee. Daar ben ik wel mee eens. Ja. Ja. Maar goed. Jezus. Waar gaan we naartoe? Ja, zeg het. Dan gaan we naar die achtbaan. Die is ook leuk. Dat vind ik ook heel leuk. Ja, die is echt, maar die gaat wel hard. Ja, het gaan we in die. Oh, hij gaat wel heel schaar. Niet normaal, wat een eentje heeft. Die Andiano bij je kan het over. Goed vasthouden. Oh ja. Moet je het doen? Ik heb het niet aan het doen. Oké, je moet goed vasthouden dat ik erover ga. Zo grappig. Oké, daar wordt de foto gemaakt. Oké. Hier naar beneden. Maar dit is toch gewoon zo'n 3-fliet achtbaan, zo'n typische.
Ja, in Nederland blijft hij dus op de grond, maar deze gaat schuin in de lucht. Hij, als hij hier uitkomt, moet je spiegel. Ja. Goedemorgen, middag. Het is onze laatste dag alweer in Saint-Tropez. En as you can see, ja, ik vind het wel echt jammer. Normaal ik wel heel snel dat ik denk van ik wil wel weer naar huis, maar nu niet. We liggen dus nu nog aan het strand. En daarna gaan we gaan dingen nog gedag zeggen, toch? Sydney en zo. Ja. En dan gaan we alweer naar de airport en dan gaan we vliegen. We vliegen best wel laat. We vliegen 9:05 en we komen rond 11:00 aan. Ja, ik moet bijna huilen bij de gedachte dat ik in die regen aankom. Niet normaal. Het is hier zo lekker. De zon schijnt elke dag. Het is bijna elke dag 30 graden. Dus we gaan naar de regen toe. Maar goed, wij een leuke vakantie gehad. Echt een leuke vakantie gehad. Toch? Ja, absoluut. Ja, jij zit hier nu al? Drie weken.
Ik ben nog steeds wit van mijn gevoel. Ja, we zijn echt wel bruin geworden, maar dit zonlicht zorgt werkt voor echt de... niet mee. Nee, dat dacht ik ook niet. Want ik ben nu ook, ik lang nu ook wit. Ja. Dat zie je helemaal niet. Ik wel. Tanden? Ja. Dat kan. Cheers. Nee, Alexander. Cheers. Zo lekker. Ja, zo. Kut hoort. Morgan en de moeder, die zijn ook hier, hè? Ja, 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 ja
Dan moet je rails aan het laden. Jezus, ze hebben echt. Nou, je haalt echt een woord uit mijn mond, maar niet helemaal. Hoe vies is die in soep in de fles? Maar de, die niet, maar die wel. Ik heb deze bil nieuw gekocht. Wel leuk. Dat was hem dan. Doe een duimpje omhoog als je deze vloggen. Oh, ik ben echt verdrietig eigenlijk. Ja, verdrietig? Ja, ik ben wel verdrietig. Ja. Lekker. Twee hamburgers had papa en kip 6. Ik ben heel en cola. Ik vind McDonald's dus in Nederland wel het allerlekkerst. Ja, ik ook omdat ik dan mijn cheeseburger van boven in de friet had. In de friet zo, hè? Jij had dit? Een dubbele cheeseburger gehad. Nee, dat is een hamburger, papa. Daarna ga ik wel weer echt wat gezonder eten, denk ik. Wat heb jij? Weet ik niet, een crispy nog wat gebeuren. Dat is lekker uit. Maar je had hem. Ja, oké. Kijk, ga even eten. Doei. Nou, we zijn dus nu op de airport. Maar ik heb dus alleen handbagage bij me. Hoe ik dat gedaan heb, is echt een wereldwonder. Maar ja, er staat er ruim bagage in te checken. Volgens mij moeten wij dan die kant op. We staan daar. Approaching minimums.